Ja, het grote verschil in deze tijd is echter wel... dat horecapersoneel zit natuurlijk alweer een tijdje thuis. Soms uit de neus te eten, soms Netflix leeg te kijken. Precies. En zorginstellingen, het personeel daar, die kampen juist met tekort aan menskracht. En 1-1 is 3, zo dacht Hans Daals van de Burgerbelangen in Hengelo. En hij diende een motie in, horeca helpt de zorg. Woensdag werd de motie met grote meerderheid aangenomen. Goedemiddag, Han. Goedemiddag. Wat zijn eigenlijk de werkzaamheden in de zorg die horecapersoneel zo kan overnemen? Ja, dat is een goede vraag. Hè? Wat we zien is dat horecapersoneel natuurlijk bij uitstek gewend is om dienstverlenend te zijn naar mensen toe. Hè? En dan denk ik aan het serveren, uitserveren van koffie, thee, voeding. Maar ook zeg maar. Te kijken van hoe kan ik mensen goed verzorgen? Hoe kan ik mensen op een gegeven moment wegwijs maken? Nou, dat is horecapersoneel natuurlijk gewoon. Dat is, zit ze staan in nu in de ziekenhuizen als een wegwijzer van nou, die kant op? Niet helemaal. Nee. Ik denk meer op een gegeven moment dat ondersteuning wordt geboden. Verzorgenden die daar bezig zijn, verpleegkundigen die bezig zijn, die een paar extra handen kunnen gebruiken. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld intakes die gedaan worden. Maar ook administratie wat gedaan moet worden. Dat kunnen zij, daar kunnen ze bij ondersteunen. Maar ook uitserveren van koffie, thee. En mensen even een praatje maken. Hoe vaak wordt er niet gezegd in de zorg van we hebben geen tijd meer voor een praatje. Nou, en we hoorden dat net ook inderdaad van het Huis van Verhalen hier. Mensen hebben er echt behoefte aan in deze tijd. Maar dat vind ik wel interessant, Han, dat ja, ergens klinkt het, als je het zo poneert, klinkt het ja, super logisch. Maar je moet er ook maar opkomen van hè, er is daar een gat en er is daar te veel en daar tekort, zeg maar. Hoe kwam je er zo bij? Nou, wij werden eigenlijk getriggerd door een initiatief in Drenthe, waar de Noord-Nederlandse zorgcentra het initiatief hadden genomen om horecabedrijven te gaan benaderen. Want ja, zoals iedereen weet, de zorg zit ook vreselijk omhoog. Zeker nu in deze tweede coronagolf, mm-hmm. Waar veel mensen thuis zitten. Ziekteverzuim is enorm. En dus het loopt echt spaak. Nou, dan ga je toch naar andere wegen zoeken. En daar was men op het idee gekomen. Dat viel ons op. En we dachten van, nou, hoe kunnen wij als gemeenteraad nu ook een steuntje in de rug geven aan al die mensen die in de zorg werken, maar ook de horeca, het horecapersoneel wat thuis zit. We hebben het over Drenthe. Daar zijn dus al tientallen mensen uit de horeca aan het werken in de zorg. Ja. Wat weten jullie over hoe het daar gaat? Nou, wat ik nu gaat is dat het fantastisch is. Ze zijn erg blij met die initiatieven. En ook de mensen uit de horeca, die vinden het geweldig. Hè? Die voelen zich nu ook gewaardeerd. Ze kunnen op een gegeven moment echt aan de slag. En, niet onbelangrijk, ze kunnen ook op een gegeven moment betaald aan de slag. Het is niet alleen maar vrijwilligerswerk. Ja, maar dat is nog wel een heikel puntje natuurlijk. Je kunt aan het werk gaan, maar er moet wel geld tegenover staan in die zorginstellingen. Hoe bekostigen, hoe betalen die dat dan eigenlijk? Nou, ik had contact met het interne uitzendbureau van Carint. En de manager daar die vertelde mij dat ze kant-en-klaar contracten hebben liggen. Nou, en die contracten worden aangeboden aan horecabedrijven voor hun personeel, om hun personeel tijdelijk over te nemen. Oh joh. En dus dat is prima geregeld. Maar hoe komt Carint dan? Ja, ik ben er helemaal niet in thuis. Hoe komen die dan aan dat geld? Hebben die gewoon geld over? Of halen die dat van de overheid? Die hebben gewoon budgetten voor menskrachten om in te huren. En door het hoge ziekteverzuim gaan ze op die toer. En het bijzondere is inderdaad, die twee werelden kennen elkaar helemaal niet. Nee. En door corona zie je dat we natuurlijk hele bijzondere combinaties krijgen. Ja, dat lijkt me inderdaad bijzonder om te zien. Ja, ik zat te denken, misschien zijn het dan ook de zorgverzekeraars natuurlijk. Die mensen doen een aanspraak op hun zorgverzekering. Nee. Het is echt direct één op één. Eén op één, de horeca die ook contact zoekt. Ik had contact met de horecavoorman in Hengelo van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Hengelo. En die gaat ook de boer op. En die benadert op zijn manier weer zorginstellingen. Dat is Bertel Mulder. Hebben we ook vaak hier aan een bekende gast van ons programma. De voorman van Koninklijke Horeca Nederland in Hengelo. Ja. Hoe zit het? Is er een beetje draagvlak onder de horecaondernemers? Heeft hij wat mensen op touw gekregen al? Nou, absoluut. Sterker nog, hij heeft nu 150 tot 200 mensen die hij op een gegeven moment nu probeert te detacheren bij zorginstellingen. En hij is razend enthousiast, ook omdat wij als gemeenteraad vinden dat we proberen een steentje bij te dragen in deze moeilijke tijd.
Als je dan de stap even naar de zorginstellingen in en rondom Hengelo maakt, is daar die vraag ook bekend gemaakt, zeg maar? Is daar al een lijntje gelegd? Daar is een lijntje gelegd en ook de ambtenaren, de gemeenteambtenaren die zorg in hun pakket hebben, die fungeren als een soort intermediair. He, dat ze op een gegeven moment een makelaarsfunctie hebben. Want die brengen ook partijen bij elkaar. Die zitten in overleggen. Die hebben bestuurlijk overleg met elkaar. En dan wordt dat uitgewisseld. Wat grappig. Ja, tenminste, ergens zit in mijn hoofd ook de vraag. Ja, is dit dan ook een taak van de politiek in zo'n geval? Hè? Nou ja, dat is ook altijd de vraag. Hè? Maar je ziet dat de nood hoog is. En dan probeert iedereen zijn steentje bij te dragen. Ja. Nou, en wij hebben geprobeerd als politiek dat op die manier te doen. En mooi dat het kan. Het is echt een mooie synergie in deze tijd. Dat er toch dit soort initiatieven ontstaan om her en der de gaten en de tekorten en de overschotten te vullen met elkaar. Zeg maar. Ja, we proberen ook de solidariteit te bevorderen met elkaar. En we zien natuurlijk ook heel veel eenzaamheid ontstaan in die zorg. Omdat zorgpersoneel geen tijd meer heeft voor mensen. Nou, probeer op die manier dat toch te ondervangen. Ja. Zeker met de dagen die er nu aan gaan komen. Absoluut. Weet je, leeft dat eigenlijk breder? Bijvoorbeeld, ja, we zitten nu in deze studio in Enschede. Ik weet eigenlijk niet of dat hier... Speelt dat hier ook in de politiek? Die vragen we naar de zorg? Nou, zover ik weet zijn we een van de eerste in de politiek. Hè? Want je ziet natuurlijk wel dat zorginstellingen en horeca... bedrijven wel elkaar opzoeken, ook elders in het land. En de initiatieven worden steeds meer overgenomen. Ik heb het nog niet gehoord in Enschede. Nee, nou ja, misschien bij deze, de Enschedese politiek. Ja, ook een oproep aan de Enschedese politiek om een soort gelijk initiatief te starten. Ja, mooi idee. Han, dankjewel voor je komst. Graag gedaan. En voor het mooie idee, voor de uitleg. Dankjewel.